Goedemorgen allemaal vanuit het prachtige Ludwigsburg of zoiets, waar wij onze eerste tussenstop hebben. We zijn onderweg naar onze vakantie en ik ga proberen een beetje te vloggen, maar ik heb geen idee of het gaat lukken. We liggen nu in bed met de kleine man achterbij. Hij heeft in een heerlijk zelf in een bedje geslapen. Kijk, zo. Wij hebben ook geslapen. Ik wil niet zeggen lekker. Normaal zet ik eigenlijk altijd wel bij reserveringen graag synthetisch bedden. Goed in verband met astma. Maar ik had nu zoiets. Ah joh, dat is meestal wel zo. En nou ja, anders één nachtje maakt het uit. Maar had ik wel moeten doen. Want waren hier dus donze bedden. Dus ik was nogal verkouden daarvan. En op een gegeven moment hadden we wel de kussens verstopt. En hadden we alleen maar een heel zielig klein mini. Mini kussentje. En toen hadden we het raam opengezet. Maar het was een soort feest beneden. Het is gewoon verder een hotel. We zijn er altijd heel blij mee. Het was gewoon nu alleen. Ja, ik had dat zelf niet aangegeven. En nou, met elkaar achterkwam dat ik niet heel erg verkracht ben om naar beneden te lopen. Bij de receptie. Maar de reis ging tot nu toe super goed. En Niels doet het fantastisch. En we gaan nu rijden we verder zo meteen naar Oostenrijk. We doen wat langer over de heenreis. Omdat we dachten dat is wel fijn met Niels ook. En hij deed het nu hartstikke goed. Dit was het langste stuk. En dan gaan we straks rijden naar Oostenrijk. En daar zijn we in een paar uurtjes. En dan kunnen we gewoon lekker de hele dag een beetje niks. Dan kan hij ook gewoon lekker een beetje rondkruipen en doen. En zijn energie kwijt. En dan en hij heeft hartstikke goed geslapen vannacht. En wij ook. Alleen hij lag bij ons op de kamer. Dus moest een beetje stil zijn. Dus we gaan nu even ontbijten. En dan gaan we weer door. Goedenavond. We zijn eindelijk in Italië. We hebben echt een hele lange reis gehad. We hebben al op zich een heel relaxed programma vandaag. We moesten een kilometertje of 350. Nou, we hebben er echt 7 uur of zo over gedaan. Nou, langer trouwens. Het was echt verschrikkelijk. Maar Niels deed het echt fantastisch. En we zijn nu lekker als huisje. We hebben wijn klaarstaan. En ik weet niet of je het kunt zien, want het is pikkendonker. En Sven is eventjes de pasta aan het afmaken. Niels ligt lekker op bed. Ik zal nog even kijken of ik het uitzicht een beetje kan laten zien. We zitten echt prachtig. Hier achter dus ons huisje. En dan daar. Oh. Zo, dat is het Gardameer. Oh kijk, en daar komt de chef denk ik aan. Wacht, zie je, dat is het Gardameer. Daar. Oh. Kijk, en daar komt de chef. Wat heb je mee? Sven. Tada. Ik weet niet of je het kon zien, maar het is in ieder geval versje past. Oh, dit is een stuk beter. Dus we gaan nu heerlijk eten en even zitten. Niet dat we niet de hele dag hebben gezeten, maar als we even niks hoeven. Zo, het is alweer de volgende dag. Ik moet zeggen dat ik overdag steeds een beetje vergeet om te vloggen. Vandaag zijn we voor het eerst naar het zwembad geweest. En ik had mijn camera ook niet mee. Want ik dacht eerst maar eventjes gewoon lekker rustig met z'n drietjes. En het was heerlijk. Niels vond het fantastisch. Hij heeft vannacht wel heel slecht geslapen. Geen idee waarom. Ik denk dat hij toch een beetje moest wennen overal aan. Want op zich de afgelopen nacht ging het heel goed. Behalve vannacht. Dus dat was jammer. Ik moet zeggen dat ik het een beetje koud had vannacht. Ik heb geen idee waarom dat was. Maar we hadden alleen een lakentje. En ja, het is best wel, dat huisje is gewoon best wel koel van binnen. Dus ik had het een beetje fris. Zoals je ziet, het uitzicht is nog steeds fantastisch. Ik weet niet of je een beetje het contrast kan zien. Maar ik heb hier een hele mooie zelf gecreëerde waslijn gemaakt. We hebben er wel eentje in de badkamer. Maar ja, dat is niet heel erg praktisch. Want dat droogt gewoon niet zo goed. En hier droogt het natuurlijk heel snel. En we hebben nu sfeerverlichting. En ik weet niet of je het kon zien trouwens. Sfeerverlichting. En een citronellenkaars voor de muggen. Nou moet ik zeggen dat het eigenlijk heel erg meevalt. Ik ben wel gestoken door een steekvlieg. En Sven is wel gestoken door muggen. Maar behoorlijk hoor ik hier. Maar nog niet hier toch? Alleen maar bij het zwembad. Ja, we hebben net even wat bij het zwembad gegeten. We wilden eigenlijk ergens anders gaan eten. Maar
Dat was heel ver lopen en na een hele tijd lopen dachten we, oké, als we dit ook nog verder moeten lopen en we weten niet hoe ver. En als we dan ook nog terug moeten lopen, dan gaat het niet goed komen. Dus we gaan nu even een potje wat zeeën. Even een kopje thee en dan een wijntje en dan lekker naar bed. En dan morgen weer een dagje relaxen aan het zwembad. Pluis zei. Wat zijn fijne pluis. Ik zie strand. Kijk daar maar, recht vooruit. Zand en allemaal tentjes en een hele grote zon. Ja, volgende bladzijde. Doe maar zo. Ze stopten bij een grote tent. Zie zo, we zijn er, Nijn. Wat trok je hard, riep kleine Nijn. Hoi, hoi. Hoi, hoi, het ging zo fijn. Nou, we zijn bij het zwembad. Daar ligt Niels. Die ligt daar heerlijk te dobberen. En ik heb mijn haar vermogen, want ik heb het gisteren gewassen. Zonde. Maar we hebben zo'n zwembandje gedaan wat om zijn nek zit. En hij vindt het heerlijk. Dit was de eerste keer dat we het gingen proberen, maar hij vindt het prachtig. We hebben allerlei zwembanden. Oh, andere. En dit is het uitzicht. Kan het slechter treffen, hè? Maar goed, ik heb mijn haar even vast, want ik heb het gisteren gewassen. En ik heb het gisteren wel lekker onder water gaan. Ik wist dat het een beetje af, maar mijn haar wordt vaak nogal groen van chloor. Dus, en nu ga ik bij de mannen in bad springen. Ik ontbijt met de mannen. We hebben net een lekkere wandeling gemaakt. Niels heeft namelijk bedacht dat hij 's ochtends heel vroeg wakker wordt. Oh, hij is aan het drukken, mocht je denken, wat hoor ik. Hij is bezig met belangrijke zaken. Maar we slapen op één kamer. Dus als we 's nachts erbij komen, tenminste 's nachts, gewoon 's avonds. Dan, ook al sluipen we en doen we, wordt hij toch vaak wakker. En dan is het hysterie en dan is het gewoon heel hard krijsen. Heel gek, want in de hotel zat hij nergens last van. Dus wij vinden het ook vooral ook heel vervelend voor de buren. Want ja, een beetje. Sorry. En 's ochtends is hij heel vroeg wakker. Dus Sven is vanmorgen een heel stuk met hem gaan wandelen. En in de draagdoek. Dat was heerlijk. Sven heeft namelijk zijn teen gekneusd. Hij wilde gaan hardlopen, maar ja, het is een beetje lastig met een blauwe gekneusde teen. Dus dan maar een ommetje maken met Nielsen. Dat vonden ze heerlijk. En nu even ontbijten. En dan naar het zwembad. Niels' favoriete speeltje is een zonnebril. Sven die werkt een beetje aan zijn talent en zijn intellect. En ik hou Niels in de gaten. Ik heb geen haar, want ik heb mijn zonnebril. Ik weet dat het niet heel erg happy. Ik weet dat het niet heel erg hip is, maar het is wel heel erg praktisch. En we liggen heerlijk aan het zwembad. Zo, dit is het eerste deel van het eten. Sven is nu de rest van het eten aan het maken. Niels ligt lekker te slapen. Het was echt een heerlijk dagje. We hebben lekker aan het zwembad gelegen. En gewoon een beetje hier rond het appartementje. En ik zat te denken, ik heb nog helemaal niet gefilmd hoe het er van binnen uitziet. Dus ik hoop dat ik het nog niet, zeg maar, dat ik dat niet meer vergeet om te doen. En anders dan plak ik hier wel wat foto's. Het is een heerlijk appartementje. En we hebben gewoon lekker aan het zwembad gelegen en niet zoveel gedaan, maar dat was fantastisch. En eindelijk had Niels weer gewoon 2 slaapjes. Ik probeer hem naar 2 lange slaapjes in plaats van tig korte te krijgen. En dat lukte. Hij was vanmorgen wel heel vroeg wakker, maar Sven is heerlijk met hem gaan wandelen. Misschien dat ik het al gezegd. Om 6 uur heeft hij gegeten. Toen was hij daarna een beetje moe en huilerig, maar toen dachten we als we nog een stukje met hem gaan lopen, dan redt hij het nogal, want het is wel fijn om hem, zeg maar, pas na 7 en, zeg maar, 7:30 naar bed te doen. Dan zit hij gewoon in zijn normale ritme. Dat proberen we hier wel een beetje vast te houden. En toen zijn we even bij het zwembad wat gaan drinken. En dat is zo leuk. Je krijgt er gewoon. We hadden een biertje en ik had een colaatje. En ik had eigenlijk ook wel zin in een bier. Ik weet niet, maar ik nam een cola. Maar we hadden een biertje en een cola. En dan kregen we daar chipjes bij. En hele lekkere olijven. En een soort panini-achtige, nou ja, een beetje bruschetta-achtige paninis.
Dus het was echt, nou ja, terwijl ik bedoel dat daar, die hadden we verder niet besteld of iets. Oh, ik krijg bezoek. Zo, ik moest even abrupt afbreken, want het buurjongetje die kwam heel lief eieren brengen. Want ze gaan naar huis, Duitse mensen. Dus dat was heel schattig. En nu, oh, daar is Sven. Hallo Sven. Ik weet het niet. Ik zei hallo Sven. Ik zei dat ik net het buurjongetje eieren kwam brengen. Dus hele lieve mensen die het gelukkig niet erg vonden dat Niels hard aan het huilen was. Want die hebben zelf ook een kind, dus die begrijpen hoe dat gaat. En zij waren in Umbrië geweest en daar zijn wij natuurlijk vorig jaar getrouwd. En daar is dus een hele zware aardbeving geweest vandaag. Dus we hebben al zitten kijken of de mensen van de trouwlocatie of daar alles oké mee is, maar nog niet echt iets gehoord. Zeg maar, ik heb nog niks op Facebook zien verschijnen. Maar ja, ik kan er wel even een bericht sturen. Maar ja, echt super heftig en ook bizar, want daar zijn wij gewoon vorig jaar getrouwd en dat is nu gewoon, je zag gewoon één dorp, dat was gewoon ongeveer voor 2/3 weggevaagd. Dus ja, ik ga er even een bericht sturen, dat lijkt me. Jam, jam, jam. Goedemorgen deze morgen. We gaan zo meteen lekker naar het zwembad. En ik geloof dat we vanmiddag even naar het dorpje gaan. We wilden het eerst lopen, maar we kwamen toch tot de conclusie dat het wel heel ver lopen is. Dus we gaan toch maar met de auto. Want het is super stijl en het is gewoon niet heel erg makkelijk met een buggy. En er zijn bijna geen stoepen. Dus het zijn hele scherpe bochten. Het is gewoon niet heel veilig en het loopt niet heel erg lekker. Dus we gaan gewoon toch maar met de auto. Het is een paar honderd meter, maar het is wel zeg maar zo. En dat is helemaal lastig, omdat je dan bergafwaarts gaat en dat dan die buggy heel snel gaat. En ja, je kan het gewoon niet goed zien. Goed, lang verhaal kort. Ik had trouwens helemaal niet verteld welk boek ik aan het lezen ben. Ik heb een e-reader. Ik vind het fantastisch. Ik heb deze 2 of 3 jaar geleden voor mijn verjaardag gehad van mijn schoonouders. En het is een Sony en ik heb hem echt al heel erg lang. Dus, nou, dat zei ik. En ik ben nu Huidpijn aan het lezen van Saskia Noord. Ik ben echt gek op de boeken van Saskia Noord. En toen ik zag dat ze brengt er eigenlijk altijd wel eentje uit rond de zomervakantie. Dus toen ik zag dat ze hem nu weer nieuw uitbracht, dacht ik, yes, heerlijk voor de vakantie. Alleen, die komt niet heel veel aan lezen toe. Dus bij het zwembad lees ik vaak een tijdschriftje, omdat het gewoon handiger is met Niels en zo. Het kan trouwens zijn dat ik de vlog in 2 keer doe, omdat het misschien lang wordt. Ik heb eigenlijk geen idee. Het is weer een stralende dag. Ik zal het weer even laten zien. Het is weer heerlijk. Ook, ik zal even deze wel laten zien, mijn provisorische vastlijn. Het is echt weer een super lekkere dag. En de weercijfers zijn alleen maar 9 de komende tijd. We waren namelijk even aan het kijken, want we willen gaan shoppen. Er zit hier een heel leuk winkelcentrum een stukje verderop. Daar zijn we al een keer eerder geweest toen we het Gardermeer waren. Het heet Il Leone Lonato of zoiets. Het is een heel fijn winkelcentrum met een Stradivarius en een Bershka en een Pull&Bear en dat soort dingen. Zara Home zag ik, is ook leuk. Dus daar willen we heen gaan. We zaten te kijken van welke dag is wat minder weer, maar dat is eigenlijk niet. Wat ik wel zag, in mijn beste Italiaans, want ik kon niet helemaal goed lezen, maar dat ze iets van een kinderopvang hadden. Niels spreekt natuurlijk geen woord Italiaans, maar het maakt hem allemaal niet uit. Hij vindt kinderen gewoon super gezellig. Dus misschien als dat er een beetje leuk en betrouwbaar uitziet, dan... Sorry, een beest op me. Dan gaan we dat misschien wel doen. Misschien gewoon, weet ik, voor een uurtje of zo. Of een half uurtje misschien, weet ik wat. En anders niet, anders gaat hij gezellig mee. En het is open van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En normaal zouden we dan gewoon 's avonds gaan. Maar ja, dat is met Niels natuurlijk niet handig. Dus het is allemaal even een beetje aanpassen. We zijn wennende. Vannacht ging wel beter. Gisteren ging super goed met zijn ritme. En nu is hij eigenlijk ook alweer goed lang aan het slapen. Alleen vannacht werd hij weer wakker. En we weten niet goed waar het ligt. Want vorige nachten werd hij wakker als wij naar bed gingen. Of de afgelopen 3 nachten geloof ik. 2 nachten. Alleen vannacht. Ja, 2 nachten. En vannacht dan werd hij ineens om... Nou, ik weet niet hoe laat het was. 1 uur of zo geloof ik. Werd hij wakker. Uit het niks. En dan is hij ook echt heel erg wakker. Dus het is heel lastig om hem weer slaap te krijgen. Dus een beetje wallen. Maar goed, mag de pret niet drukken. Ik denk dat hij, ja, of het nou de warmte is, of ik weet het niet. Maar goed, het maakt niet uit. We hebben relaxte dagen. Ik wilde trouwens nog even zeggen dat we ons hiermee insmeren en dat ik het echt fantastisch spul vind. Dit is Vision All Day Sun Protection.
En dit smeer je dus gewoon in, geloof een kwartier of zo, 20 minuten. Ja, een kwartier à 20 minuten voordat je de zon ingaat. En de rest van de dag heb je er geen omkijken naar. Ik weet niet of het voor iedereen geldt. Misschien moet je, als je heel snel verbrandt, iets vaker smeren. Maar in principe één keer per dag. Dus heel anders dan andere zonnebrandcremes. En ik vind het echt fantastisch. Het werkt. Ik word bruin, ik verbrand niet. Gaat eigenlijk hartstikke goed. Sven die is een beetje verbrand, maar die verbrandt wel vaker met factor 30. Dus die gaat nu de factor 50 van Niels doen. En dat is ook wel, die heb ik hier nu niet, want die staat bij hem op de slaapkamer. Maar het is een spuitflacon, daar komt moes uit. En het smeert echt super makkelijk in. Dat is ook heel fijn. Niels vindt het eigenlijk ook wel lekker, zeg maar. Het is een soort verkoelende moes. Hij vindt het helemaal niet vervelend. En ook Niels, ja, we doen Niels ook nog een lange mouwpakje aan en een petje en een dingetje. Want ja, Niels is gewoon echt gewoon bijna wit, dus die moet je goed beschermen. Een kind is, zeg maar, als je als kind verbrandt, heb je veel grotere kans op huidkanker. Dus we schermeren hem heel erg religieus goed in. Maar wat ik wil zeggen, los van dat ik die zonnebrand heel fijn vind, mijn benen, die smeer ik dus niet in. Ik heb het afgelopen, ik smeer mijn knieën in en mijn voeten. Ik weet niet of je het kan zien. Kijken of je het kan zien. Maar nee, ik denk niet dat je het kan zien. Maar ik smeer mijn knieën en mijn voeten in, want die kleuren nog wel. Maar mijn benen, ik heb het al vaker in filmpjes gezegd, die kleuren gewoon niet. Er gebeurt gewoon niks mee. Mijn bovenbenen misschien nog een soort van een beetje, maar mijn onderbenen helemaal niks. Ik heb mijn knieholte ingesmeerd, mijn knieën, want die zijn inmiddels wel een beetje bruin. En mijn voeten en de rest smeer ik gewoon met zelfbruiner. En als je trouwens dacht, wat zit er allemaal voor stippen op? Het zijn muggenbulten. Of iets in die richting. Ik heb gisteren factor 20 op mijn benen gedaan. Maar het is gewoon eigenlijk zonde van het zonnebrand. Want er gebeurt gewoon niks mee. Dus ja, ik ga vandaag eens kijken hoe dat gaat. Ze blijven gewoon wit. Ze zien er nog precies hetzelfde uit. Los van dat ik zelfbruiner gebruik, zien ze er nog precies hetzelfde uit. Dat vind ik een beetje zonde. Dus gekke benen. Laat even weten. Wie heeft dit nog meer? Dat gewoon benen niet kleuren. Ik zeg dat ik al mijn benen 3 dagen in de Sahara liggen en ze zijn gewoon nog steeds leggen en ze zijn gewoon nog steeds wit. Maar laat even weten als jullie het ook hebben. Favorieten zitten, omdat ze al zo lang favoriet zijn. Dus ik dacht, ik doe een aantal van mijn gouden ouwe. Toen zat ik net te bedenken.